Hey, hallo daar. En dit is de week van 538. Hier op ons 538 gemist kanaal nemen we je graag mee langs alle hoogtepunten van deze week. En wil je vanaf nu echt helemaal niks meer missen? Abonneer je dan op ons kanaal 538 gemist. Maar we trappen af met een heerlijk fragment uit onze ochtendshow. Niels deelt de resultaten van een onderzoek. En dat maakt bij de mannen behoorlijk wat gevoelens los. En voor werkende koppels blijft het lastig. Het combineren van gezin en carrière. Och, dat krijgen we die. Ja, en die is daar leuk, komen ja. ze en klimmen ja. vast in de telefoon. Met ja. name ja. vrouwen ja. hebben het gevoel ja. dat hun partner A. niks wat doet. Meer kan bijdragen. Oh, of B. prima wat minder kan bijdragen aan het gezin. Oké. Okay. Nou, ik denk toch wel dat vrouwen over het algemeen in samenwonende situaties het meeste doen toch uiteindelijk hoor. Of zou het niet? Of blijkt dit ook ja. uit het onderzoek? Of hoe zit dat? Nou, even kijken. Uit dit onderzoek blijkt dat mannen over het algemeen vinden dat hun partner ruim voldoende tijd besteedt aan thuis. Vrouwen ja. denken daar heel anders over. Die vinden, 45% van de vrouwen vindt dat de partner meer tijd aan het huis zou mogen besteden. Aan thuis zou mogen besteden. Aan thuis zou mogen besteden, aan thuis, ja. thuis okay, situatie. Ja. Maar het valt een vrouw gewoon eerder op dat het vies is en dan gaan ze het al aanpakken. Dat nou, heb kijk, ik het, het verschil is ook inderdaad, van, weet je, dan staat er ergens een vies glas bijvoorbeeld en dan zit je nog op de bank en dan denk je, nou, ik ruim het straks wel op. Ja, straks, ja, we zitten uitstellen. Vrouw is het zien in de houding, naar de keuken. Verschrikkelijk. Nou, oh, jullie hebben het niet makkelijk, hoor ik al. Nee, ja, maar, nee, maar nou, dat is denk ik wel het verschil. Dat ja. wij mannen makkelijker zijn van, joh, dat kan met een uur ook nog. Wie heeft er last van dat glas? Ja, doe, ja, ja. doe je de vaatwasser, die doe ik dus wel stiekem dicht. Dan doe ik hem open en denk ik, oh, hij is schoon. En doe ik hem weer dicht. Heel zachtjes. Heel zachtjes weer dicht. Hopen doen, ja. dat ze niet hoor je al Jelte. Oh. En dat je dan eens zo uit de kamer hoort, ik hoor het wel hoor. En dan is het weer tijd voor een rondje socials om jou even een blik voor en achter de schermen te geven hier bij 538. Deze week vierden we pakjesavond, maar Barend had zijn cadeaus al lang binnen. Bij hem is het namelijk altijd Sinterklaas. Ja, een beetje zoet, maar kijk even naar die twee, dan snap je het wel toch? Mijn collega Wietse viert Sinterklaas niet in Nederland, maar wel op Nederlandse bodem, maar dan wat tropischer dan jij en ik. Samen met zijn zonnetjes is hij lekker aan het genieten op Bonaire. En tot slot ontving Tom Walker ook een cadeau. Namelijk platina voor zijn mega dikke hit Leave a Light On. Koen en Sander mochten deze prachtige prijs aan hem overhandigen. Nou, dan hebben we het over Koen en Sander. Dan denken we natuurlijk ook aan onze nieuwsbeep Jo van Egmond. Tenminste, beep, ja, vrouw laat eigenlijk geen boeren, hè. Daarover gesproken, ze kan vieze boeren laten, maar serieus. Dit? Jo van Egmond, yes. als jij nu, Een wens. Een wens had. Ja, nu. Wat zou dat dan zijn? Ja. Ik heb per ongeluk een scheetje gelaten in het halletje naar de studio. Ik zou heel fijn vinden als die er bijvoorbeeld al weg zou gaan. Het spijt me. Nou, ja. oh, nou, dan begin ik in één keer ook begin ik hem te ruiken. Ook. Nee, dat is niet. Nee. Jawel. Ik ga nu ik naar meegenomen. Ik ga er nu heen. Heel vroegelijk. Het is een beetje pervers. Ja, je wilt die express gaan ruiken, Koen? Dat nee. vind ik heel pervers. Oh, nee, hoor. Ja, sorry, het is dit ook nog afgesloten. Wel, dit vind ik nou heel raar. Er vertelt hier een statige dame zijn scheetje hebt gelaten en jij gaat er juist naartoe. Ja. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dat gewoon dat je hem even laat vloepen vlak voordat je de studio. Geen ongeluk. Oh, oké. Okay. Beter dat niet in de studio. Nee, ik ben ook het Koen. Wat? Nee, ik heb niet gerookt. Ik vind het, maar ik kijk hiervan op, zeg. Dat jij zo aan. Ik wist dat je een beetje anaal gefixeerd nou, was. Nou, maar dat zo erg dat je gewoon op de geur afgaat, vind ik. Nee, helemaal niet. Fascinerend werkbaar. Maar ik, oké, okay, als dat is dus je wens. Ja. Nou, dan kunnen we die uit laten komen. Ja. In plaats van wereldvrede of zo. Nee hoor, kies gewoon. Wat heeft ze gegeten gisteren? Ik heb niet geroken. Ik heb niet zat ook. Oké. Snel door, want Loisa Lamer speelde in de avondshow het spelletje Hallo met mij. Ze belde een willekeurig telefoonnummer ergens in ons land en ze doet zich voor als Kim. We gaan je doorverbinden met een willekeurig telefoonnummer ergens in Nederland. Heel en de bedoeling is dat jij gewoon doorgaat voor wie dan ook. En dat je daar een gesprek uit laat rollen alsof je diegene al jaren kent. Oh, ik vind het wel spannend, eerlijk. Het is ook wel spannend. Hallo? Hallo, met mij. Wie is mij? Mij, herkent u me niet? Met Kim. Oh, met Kim. Ja, hi. Hoe is het met u? Ja, dat gaat wel. Ja, lang niet meer gesproken. Nee. Nee. Heeft u een fijne avond? Hè? Hallo? Hallo. Hi. Ja, heeft u een fijne avond? Wie heeft een fijne avond? Ja, dat is Kim. Ja, ik hoor het Kim. Ja. Kim, ja, hallo. Hoe is het? Ja, gewoon, hè? Ja, gaat het allemaal goed? Jawel. Ja, lang niet meer gesproken. Nee,
klopt. Oh, thuis ook alles goed? Jawel. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Ja. Ja, joh. Ja. Ik ga schrijven voor Ivy. Sorry? Loosje. Sorry? Voor Loosje. Ja, ze 8 december jarig, toch? Ja, 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 ja. 8 december. Ja, ja klopt. Ja, ja, dat is bijna. Ja, klopt. Heeft u al een leuke cadeau gekocht? Ik heb nog geen cadeau gekocht. Oh, ik zou ook niet weten wat ik moet kopen. Nee hoor, ik doe dat briefje wel weer erin. Oh ja, gewoon geld. Net zo makkelijk. Ja, toch? Hebben we het meestaan, toch? Ja, vind ik ook. Nou, nee. Zullen we anders binnenkort weer een kopje koffie gaan drinken? Hè? Binnenkort een kopje koffie gaan drinken. Ja. Ja, gezellig. Nou, dan bel ik je later nog even om een afspraak te maken, om koffie te gaan drinken. Ja. Prima. Nou, en dan zien we elkaar 8 december op de verjaardag. Kom goed. Fijne avond. Dankjewel. Doei, doei. Doei, doei. Ah, what the fuck? Oh. Hoe dan? Dan tijd geworden voor de top 3 van deze week. Dit keer 3 toppers die Daniel Lippens vrijgezellen als co-host. En totaal hun eigen plan trekken midden in een radio-uitzending. Heerlijk. Hey, hoe graag wil jij naar dat Das Koen en Sanderfest? Ja, echt super graag. Hoe graag, hoezo wil je daar graag heen? Nou, het lijkt me gewoon een heel gezellig feest. Bierzuipen en kut roepen. Ja, we hebben wijn en piemels, toch? Zeg dat altijd. Wijn en piemels? Ja. Hoe gaat dat liedje dan? Hetzelfde. Oké, hartstikke leuk. Nou, ik ga jou feliciteren. Jij hebt hoeveel kaarten? 2 kaarten. 2 kaarten gewonnen. Oh, wat tof! Hey! Yay! Gefeliciteerd! Das Koen en Sanderfest, 15 februari 2019 ben je erbij. Nee, trouwens, 4 kaarten krijgt ze zelf. Oh shit, ik wou er 2 voor mezelf halen. Radio 58 weerbericht met Eddie de Klauw. Ja, jongens en meisjes, vannacht is de kans op een buitje. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen een wiksan, vol wolkenvelden, zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Ik denk dat ik volgend jaar een korte broek aan doe. Dan 58 verkeersinfo met 1 vertraging op de A9. Dat is Diemen Amstelveen tussen Weesp en Amsterdam Zuidoost. 7 minuten. Keer om! En er wordt geflitst op de A67 Eindhoven Venlo bij Gelderop. En dat is bij 25-2. 21 tot 27 graden. Hey, lekker. Mooi weer. 58 verkeer dan, 3 vertragingen. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Wildenberg, 8 minuten. De A4 Amsterdam. Gefeliciteerd, jij wint bowlingarrangement. Nee, dat komt zo, Fred. Dat komt zo. Nee, dat komt zo, Fred. Fred, dat komt zo. Dat komt zo. We gaan zo bowling weggeven. A4 Amsterdam-Delft voor Leidschendam, 18 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en Schravendeel, 13 minuten vertraging. Ja, je bent enthousiast over het bowlingarrangement? Dat gaan we zo weggeven. Als je 12 strikes achter elkaar gooit. Nee. Dan heb je niet het maximale puntenaantal van 300. Dan klapt niet het antwoord op de vraag al. Oh god. Hey, we zijn er alweer doorheen. Dit was de week van 538. We gaan je uiteraard niet verlaten zonder deze blooper. Een hele mooie warme middag. Het is 5:02. Zometeen meer de Koen en Sander Show met Sinterklaas. 538 Nieuws. ANP. Hey jongens, het doet het niet. Ik hoor je. Wat is er, joh? Oh, probeer het rijmend. Oh, wacht eens eventjes. Dit gaat iets mis. Onze nieuwslezer die hoort ons niet, maar wij horen haar wel. Hallootjes. Hallo Jo, hoor je ons? En Jo, dat is heel grappig, want Jo die pakt nu een telefoon en gaat bellen. En, ja. Hallo Jo! Oh nee, horen jullie mij wel? Ja. Hey jongens van MCR, komen jullie heel snel naar de studio? Tenminste, de nieuwslezer zelf, want het doet het hier niet.